Oké, jongens, Maurice van Huis de Miet hier. Vandaag een mooi recept. Mijn variant op de Vitello Tonnato. Van origine, Italië gebruik je de kalfsucade voor. Langzaam bresseren in de oven. Maar de meesten kennen het van de kalfsmuis, rosé. Mooi stukje vlees, kalfsvlees. En wij gaan de saus erop, dus eigenlijk een beetje de tonijnmayonaise, gaan we van scratch maken. Dus met echte tonijn, geen bliktonijn. Dat gaan we allemaal lekker braden in de pan. Maar we gaan eerst die kalfsmuiskleur geven in de pan met boter en een beetje olie. Oké, eerst lekker zouten. Dus het is kamertemperatuur. Vlees braad je eigenlijk altijd op kamertemperatuur. Nooit direct uit de koeling. Zo voorkom je ook dat je met garen straks een bruine rand krijgt van buiten en een rode kern. Maar dan zie je dat die egaal gaar is. Okay. Het is mager vlees. Dus ik heb boter en olie in combinatie. Olie zorgt ervoor dat de boter niet verbrandt. En de boter zorgt ervoor dat je meer kleur krijgt. Die kalfsmuizen hebben kleur gegeven. Lekker boter, rondom veel draaien. Dan zorg je ervoor dat de boter niet verbrandt en dat hij mooi kleur krijgt. We gaan nu naar de bastard. Deze gaan we naast die pastrami erin leggen. Tot 48 graden kern. Oké, jongens, we gaan voor die tonijnmayonaise. Die gaan we natuurlijk van scratch maken. Hè? Gaan we niet uit het potje halen. Dus we hebben die tonijn, verse tonijn. Kan je gewoon staartstuk pakken. Blokjes. We braden in het vocht waar we net die kalfsmuis in hebben gebraden. En dan leggen we alles er even in zo. En dan gaan we dit samen lekker zo gaar bakken, een beetje kleur geven. Oké, jongens, ik heb die anchoven, sjalotje, knoflook, tonijn, citroenzest, de kappertjes lekker krokant gebakken. En dit gaan we straks lekker mengen in die mixer met die mayonaise. Super lekker, let's go. Op gevoel, hè? 48 graden. Dat voelen we wel een beetje. We gaan hem straks dun snijden. Oké, jongens, mooi dun gesneden. Rosé, van rand tot rand. Een beetje olijfolie erop. Klein beetje zeezout. En natuurlijk wat kappertjes nog erbij. En niet te vergeten, tonijnmayonaise. Van scratch gemaakt. En dan lekker zo opvouwen. Tonijnmayonaise erop. Ja. Feestje. Oké, Martin. Toevalstreffen. We zien hem niet veel. Hij werkt natuurlijk bij goede ontvangst, dus aan de andere kant van het pand. Martin, aan jou om te proeven. Zal ik er eentje voor je maken? Ja, graag. En dan mag het gewoon uit het vuistje. Pak hem lekker. Oh. Goed. Lekker? Prima. Nice.